Welkom bij Koffie en Wol TV. Ik heb deze sjaal gehaakt voor Pink Ribbon. Ik heb deze sjaal gehaakt voor Pink Ribbon. En ik gebruikte daarvoor de Yarn & Colors Charming. Een super zachte draad die heerlijk draagbaar is, maar ook heerlijk haakt. Verder gebruikte ik haaknaald 6, 5,5 en 5. Ik heb een luchtig patroon gehaakt, waardoor je de sjaal het hele jaar kunt dragen. Je kunt hem als sjaal dragen, maar ook als een omslagdoek. Dus ja, het is een veelzijdig patroon. En ik ga je nu laten zien hoe ik het patroon heb gehaakt. Voor het proeflapje voor de steek heb ik 32 stokjes gehaakt. In totaal 33, want de drie losse aan het begin tellen ook mee als een stokje. Dus in totaal heb ik nu 33 stokjes gehaakt. En ik ga nu het patroon beginnen. En ik haak voor de tweede toer haak ik 5 losse, waarvan de eerste drie een stokje zijn. En 2 voor het sprongetje naar de linkerkant. Ik keer mijn werk ook om. En ik sla nu 1 steek over. Dus die sla ik over, want dit is mijn eerste steek waar mijn 3 losse als stokje uitkomen. Ik sla 1 steek over en ik haak 1 vaste in de volgende. Ik haak nu 5 losse. 1, 2, 3, 4, 5. Ik sla 3 steken over en ik haak 1 vaste. En dit herhaalt tot het einde van de toer. Dus 1, 2, 3. 1 vaste, weer 5 losse, 2, 3, 4, 5. En ik herhaal dit tot ik nog maar 3 stokjes aan het eind over heb. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nu heb ik hier aan het eind 1 stokje en die 3 losse, mijn eerste stokje over. Dus ik haak nog 2 losse en ik haak nu 1 stokje in de derde losse van het eerste stokje. En zo hou je een mooie rechte zijkant. Ik haak nu 1 losse om te keren. Ik draai mijn werk weer om. En ik haak nu 1 vaste in het eerste stokje. En ik ga nu in het eerste boogje wat we hebben, ga ik nu 3 stokjes, 4 losse en 3 stokjes haken. En ik haak daarbij echt om de losse heen. Dus 1, 2, 3. En dan haak ik 1, 2, 3, 4 losse. En ik haak nog een keer 3 stokjes in hetzelfde losse boogje. 2, 3. En ik haak nu in de volgende losse boog, haak ik 1 vaste eromheen. En dat is het eerste stukje van het patroon. Op de volgende ga ik weer 3 stokjes, 4 losse, 3 stokjes haken. En ik steek echt om de losse boog heen. 2, 3, 2, 3, 4. En deze herhaal je tot het einde van je toer. En dan eindig ik met een vaste in de derde losse van het eerste stokje. Om te keren haak ik nu 3 losse voor het eerste stokje. 1, 2, 3. En ik haak 1 stokje in het middelste stokje van het eerste groepje van 3 stokjes. Ik ga nu 3 losse haken om bij het volgende boogje te komen.
1, 2, 3. En ik haak 1 vaste om mijn boogje heen. Nu ga ik 3 losse haken en dan 2 stokjes samen. Dus 1, 2, 3. En ik haak 1 stokje in het middelste stokje van de eerste 3 aan deze kant. En die haak ik samen met een stokje in het middelste van het volgende groepje. Dus ik maak mijn stokje niet helemaal af. Ik steek in. Ik maak hem af tot ik 2 lussen op mijn haaknaald heb. Ik haak nu het volgende stokje in de middelste van die andere 3. Ik heb nu 3 lussen op mijn haaknaald. En ik haal 1 omslag door alle 3. En dan heb ik 2 stokjes samen gehaakt. Ik haak weer 3 lossen. En ik haak 1 vast om het volgende boogje. Ik ga hier ook weer 2 stokjes samen haken. En daarvoor haak ik eerst weer 3 lossen om daar te komen. Dus ik steek in het middelste stokje tot ik 2 lussen op mijn haaknaald heb. En ik maak een nieuw stokje in het andere middelste stokje. Die maak ik ook half af tot ik 3 lussen heb. En een omslag door alle 3. 3 lossen, 1 vast in het boogje. En dit herhaal je tot het einde van de toer. Het begin van je patroon is er nu. Nu gaan we 3 losse haken voor het eerste stokje. 1, 2, 3. Ik keer mijn werk om. En ik ga nu om alle lossen van de vorige toer haak ik 3 stokjes. En over in het samengehaakte stokje haak ik 1 stokje. Zodat we weer op 33 stokjes komen in dit proeflapje. Dus ik heb 3 lossen voor het eerste stokje. En ik ga nu om de 3 lossen haak ik 3 stokjes. 1, 2, 3. En in het samengehaakte stokje haak ik 1 stokje. En dit herhaal ik tot het einde van de toer. Dus 3 stokjes om de 3 lossen. En eentje in de samengehaakte stokjes. En ik haak nog 1 stokje in de 3e losse van het eerste stokje. En dan is je patroon compleet. En heb je weer 33 stokjes. En vanaf hier ga je weer toer 2 herhalen door nieuwe boogjes te haken. Het pakket van deze sjaal vind je op onze website. Van elk verkocht pakket gaat er 6 euro naar Pink Ribbon. Heel veel plezier en tot de volgende keer!